Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en vandaag gaan we het hebben over afval. En dat doen we omdat er een frisse wind waait door afvalland. En dat heet omgekeerd ophalen. Dat werkt als volgt. Mensen moeten thuis, in gemeentes waar dat is ingevoerd, hun afval scheiden in papier, plastic en GFT. Dat wordt nog opgehaald. En al het restafval, daarvoor moeten ze naar een afvalpunt in de buurt. En soms moeten ze betalen om er dan vervolgens vanaf te komen. Nou, een heleboel gemeentes voeren dat in, willen dat gaan invoeren. Leusden, Bunschoten, Utrecht. En er staan er nog meer die er eens niet staan te trappelen om dat te gaan doen. En niet iedereen is daar blij mee. Sommige mensen zeggen van, vervelend, burgertje pesten. Andere mensen zeggen van, joh, kleine moeite voor moeder natuur. Dus dat lijkt op een kwestie. Daar gaat het over. En daarom is de kwestie, gescheiden afval ophalen, geen enkele moeite. Meneer Borrel, hallo. Hallo. Jurg van Ginkel van De Kwestie. Hier staan we er al bij. Het gaat vandaag over afval. Gescheiden afval. Het nieuwe ophalen vooral even. Het gaat over hier scheiden ze het al te doen. Maar vat nou nog eens even kort samen. Wat is dat nou? Hier doen we het nog niet. Hè? Het nieuwe ophalen is het omgekeerd ophalen. Of omgekeerd inzamelen, zoals het zo mooi heet. Want in feite wat je nu doet, is dat de gemeentelijke reinigingsdiensten en andere diensten, die halen het afval wat vies is, de grijze bak, waar we niks mee kunnen, halen ze nu op. Kunnen we niet recyclen, maar wordt wel opgehaald. Precies, en dat gaat in de afvaloven in Nederland. En het idee van omgekeerd inzamelen is dat we alleen de spullen ophalen die gerecycled kunnen worden. Dus die waarde hebben. En dat mensen, wat het grijze afval, wat nu in de grijze bak gaat, dan naar een bak, zeg maar, op loopafstand van hun huis gaan brengen. En het idee daarachter is dat mensen dan gestimuleerd worden om meer te scheiden. Kijkt u uit naar de nieuwe manier van afval ophalen? Dat u met uw zakje restafval voortaan naar zo'n container moet die hier om de hoek staat? Nou, ik kijk er niet naar uit, want tot nu toe wordt het allemaal opgehaald via de auto, via de dingen. De vuilniswagen komt voorrijden. En nou moet ik met mijn scootmobieltje het afval in dat ding gaan gooien. Ja, met het zakje restafval zo tussen uw benen, gezellig op tour. Ja, in de zomer is het leuk natuurlijk, maar in de winter is het koud, dus ik moet nog aan wennen. Maar ik denk dat het, De oplossing is. Het zal voor het milieu alleen maar goed. Ja, tuurlijk. Het is wel weer een boel extra werk. Nou, vind je. Ja. Een zak lopen, vies. Jongen. Ik heb een GFT-bak, die stinkt. Het leven is hartstikke zwaar op deze manier. Nou, ik heb daar niet meer stilgestaan hoor. Ik vind dat. Dat doe je. Als we daar niet aan meewerken, dan wordt het in de toekomst wordt het een verschrikking. Hier in Leusden gaan ze over op een nieuwe inzamelen. Dan halen ze het gescheiden afval op. Maar voor het restafval moet je even naar zo'n container in de buurt. Wat vindt u ervan? Nou, ik breng mijn afval zelf weg in de zin van karton en plastic. Want zo'n grote kliko bij je deur, dat is nou niet het mooiste gezicht. Ja. Maar ja, wat die containers betreft waar je dus je restafval straks gaat brengen. Ja, je moet nog maar afwachten hoe dat gaat lopen natuurlijk. Je moet per zak betalen. Ja. En een kleine zak is dan minder dan een grote zak. Mm-hmm. Maar gaan de mensen het er niet naast leggen? Hè? Dat is nou straks de vraag. Dat zou kunnen, ja. Dan heb je nog die rommel. Maar ja, dan kunnen ze hem ook uitpluizen en adres zoeken. Dus dan kunnen ze het nog ter plekke in. U maakt zich niet zoveel zorgen? Nee, ik niet, nee. Lukt het scheiden een beetje thuis van het afval? Gaat plastic met plastic, papier? Ja, dat deed ik altijd al, dus dat gaat heel makkelijk. Ja. Hier proberen we het te scheiden. En zoals je ziet gaat het niet altijd even goed. Want wat gaat hier mis dan? Nou ja, we zien hier ligt papier bij plastic. Okay. Dat hoort hier niet. Ja, dat moet dus bij eentje naar links. Eigenlijk naar links. Ja. Maar eigenlijk is dit, om het nog ingewikkelder te maken, is een koffiebekertje. Heeft voedselresten ingezeten. Mm-hmm. En eigenlijk wil de papierindustrie dat niet hebben. Ja. Dus ja, hier, deze moet eigenlijk in de grijze bak. Grijze? Ja. Okay. Ja. En hier ligt ook nog aluminiumfolie. Dat hoort dus niet bij plastic. Mm-hmm. En aluminium is heel veel waard om gerecycled te worden. Maar dat wordt nu niet apart ingezameld in Nederland. Dus dat moet helaas ook hier. Ook bij Krijs, terug naar de oven.
Ja. Terug naar de oven, naar de oven. Een aantal ovens haalt het aluminium er wel weer uit. Oké. Okay. Dus er wordt wel, deels komt het wel terug. Hoe meer we hierin kunnen doen, dus te beter is het voor het milieu is dan het te verbranden. Ja. En daarom willen we omgekeerd inzamelen, in feite in Nederland introduceren. Daarom wordt het geïntroduceerd. Om dit zo klein mogelijk te houden. Ja, als je nagaat, ik heb 2 kratjes vol papier momenteel. Mm-hmm. Dat ging anders allemaal bij elkaar. Ja. Flessen, dat deed je al apart. Mm-hmm. Maar het is zo, ik heb maar iets van zo'n zakje over of zo. Nou, ik ben christen en ik vind dat ik voor de schepping moet zorgen. Mm-hmm. Ja, kijk eens. Dus, wij zijn rentmeesters van deze schepping. Dus ik moet mijn steentje bijdragen om gewoon dat te doen wat ik kan doen. En ja, ieder moet het zijne doen. En de fabrikanten die het plastic aangeleverd krijgen, ja, die hebben hun taak om daar goed mee om te gaan. En ik hoop dat ze het doen. Hopelijk zitten er ook een paar christenen dan. Er kunnen ook andere mensen zijn natuurlijk die hun geweten volgen. En daar hoef je niet per se alleen christen voor te zijn. Scheiden gaat goed. U weet precies wat waar moet? Oh, zeker weten. Ja. Zullen we het even testen? Een pizzadoos met vieze, vettige pizzadoos. Ja, dat moet toch bij de karton? Bij de krant. Wij doen het altijd bij de kranten, want die komen ze extra ophalen. Nee, dat moet dus bij het restafval, want er zitten etensresten op. Ja, dan krijgen we het al. Die doe ik met oud papier. Ja, nee, moet bij. Er zitten vaak etensresten in. Dus dat, dan komt dat in de papierslinger en dan hebben ze stinkend papier. Oh, dat wist ik ook niet. Ja, daarvoor zijn we hier. We informeren mensen 1 voor 1, RTV. Ja. Drankpak? Die gooi ik bij plastic. De restafval volgens mij. Kijk mijn cameravrouw aan. Nee? Plastic is goed, meneer. Volgens mijn cameravrouw. Zo moeilijk is het. Zelfs de journalist vergist zich erin. Ja? Zo'n zak chips. Ja, die gaat bij ons ook in de container dus. Met die oranje deksel. Ook, dus ook. Ja, dat lijkt aluminium, maar dat is... Het moet in het restafval. Nee, het moet in het restafval. Het is geen plastic, want er zit aluminium bij. Dus... Oh, dat mag dus niet. Nee. Hè? Bij het restafval. Ja, maar nou had ik nog een vraagje over die kartonnen van de melk en zo. Dat mag toch wel? Dat moet ook bij het plastic, ja. Papier waar etensresten aan zitten mag niet bij het papier. En deze mag niet bij het plastic, want er zit aluminium in. Ziet u aan de binnenkant. Dat moet je nou maar net even weten. Maar het is eigenlijk goed dat ik het nu weet. Zo'n strip pillen? Die gooi ik bij het restafval. Hartstikke goed, want er zit inderdaad aluminiumfolie op. En dat moet niet bij de andere. Nou, dat doet u het inderdaad al aardig. Ja, oké. Okay. Ook al beter dan de journalist. Het is dus, het is hoe dan ook dus al ingewikkeld wat wel en niet gescheiden mag worden. Maar goed, we gaan er even terug naar het begin. We gaan nu thuis alles scheiden. En met het ene zakje restafval moeten we eventjes gaan lopen naar de inzamelpunt om de hoek. Waarom is het nu opeens dat er zoveel gemeentes opeens allemaal lijken ze milieubewust te worden en dat in te gaan voeren? Bunschoten gaat het doen, Utrecht is ermee bezig, Leusden is ermee bezig. Is dat milieubewustheid of wordt dat gestuurd vanuit de overheid? Nou ja, ik denk dat hier een aantal dingen samenkomen. Enerzijds is het milieubewustzijn. En daarnaast zijn we erg bezig om naar de circulaire economie te gaan. Dus een circulaire economie betekent dat we grondstoffen zeg maar, niet meer weggooien, maar blijven hergebruiken. En dan hoeven we minder grondstoffen te importeren. En dat is beter ook voor recycling, zeg maar, is beter voor het milieu dan iets nieuws maken. Nou, nu zijn er afspraken gemaakt tussen bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie en gemeentes over de inzameling van kunststoffen. Nou, en als een gemeente plastic inzamelt, dan krijgen ze daar geld voor van de verpakkingsindustrie. Okay. Terwijl als het in de grijze bak gaat, dan moet de gemeente ervoor betalen. Want dan gaat het in de oven en daar moet voor betaald worden. Die willen zoveel mogelijk in die plastic bak daarin te krijgen. Die denken, dit is geld en dit kost ons geld. Ja, precies. En dat is uiteindelijk ook beter voor de burger. Want de burger krijgt daar een lagere heffing voor afvalverwerking. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Dus uiteindelijk, dat is het idee. Maar in de tussentijd, de burger die klaagt, het is hartstikke ingewikkeld. Ik moet verder lopen. Waarom heeft de burger daar zoveel moeite mee? Nou ja, elke overgang is moeilijk. Dat wordt een proces, denk ik. Kijk, we hebben ook de glasbak ingevoerd. En dat is in de jaren gewoon helemaal geaccepteerd. En mensen doen dat graag. We hebben met kunststofrecycling gezien dat het heel snel gegaan is. Binnen 7 jaar tijd, want zo lang zijn we pas eigenlijk bezig met kunststofinzameling. Is het rendement van de inzameling gigantisch omhoog gegaan. Dus
Ik denk dat mensen in het algemeen bereid zijn om het te doen. Maar je moet het wel op een manier invoeren dat ze eraan kunnen wennen. En dat we het gebruiksvriendelijk houden. En uiteindelijk, ja, zoals ik zei, het streven is om deze zo klein mogelijk te maken. Ja. He, dus als mensen maar zoveel mogelijk in die gescheiden bakken doen. Dan hoef je nog maar met heel weinig weg te brengen. Gaat u lekker uw gang hoor. Dat is het plastic. Nou, nu nog het glas. Het glas, oké. Binnenkort hoeft het niet meer, dan wordt het bij u opgehaald. Oh, plastic wordt nog steeds opgehaald, maar ik vind het veel handiger om het zelf weg te brengen. Ja? Ja, gaat toch hartstikke stinken? Zeker, dan bent u er vanaf. Ja. Ja, dus u vindt het wel fijn als u de keuze heeft om het, zeg maar, om het weg te brengen, dat er nog steeds is? Vindt u wel fijn? Niet dat het alleen ophalen is? Met name voor dat plastic. Mm-hmm. Want ik bedoel, dat is een ongelofelijke berg afval. Dat is het meeste wat je hebt, plastic. Ja. Ik bedoel, restafval valt tegenwoordig wel mee. Mm-hmm. Dus en ik vind het gewoon vervelend, zo'n PMD-container die voor je deur staat, zo'n lelijk ding. Ja. Dus ik breng het liever zelf weg. Oké, okay, ja, precies. Maar als ze zouden zeggen van, je mag het wordt alleen nog maar opgehaald en voor de rest bekijk je maar dan? Dat zou ik heel vervelend vinden, ja. Ik geef graag even dat extra een beetje moeite ervoor over. Ja, want ik zou het heel vervelend vinden als het alleen maar op wordt gehaald. En sowieso vind ik het ook vervelend als dadelijk op die PMD dat slot komt. Dan denk ik van, nou... Je moet betalen voor elke keer. Die PMD, daar betaal je niet voor. Okay. Maar er komt wel zo'n slot op. Het is alleen maar voor leuzenaren beschikbaar. Dan denk ik van, ja, nou ja, ik zie de... Ik kom uit Utrecht, als ik mijn plastic reep daar weer weg wil gooien, mag er niet. Dat mag je niet. Dan gooi ik hem op straat. Zoals een leerleuzen. Kijk, ik begrijp dat ze het bij het gewone afval doen. Ja, want anders krijg je afvaltoerisme. Maar dit denk ik, ja. Ik vind het niet simpel. Ster, we hebben te horen gekregen dat de gemeente zelfs een beetje geld krijgt voor al het plastic wat ze krijgen van de afvalindustrie. Dus haal dat ding ervan af. Ja, meer is beter. Zoveel mogelijk plastic verzamelen. Ja, toch? Uitstekend. Een paar verbeterpuntjes van het huidige systeem. Juist, oké. Prima. Mag ik verder gaan? Dit was de kwestie. Ik ben Jerg van Ginkel. Tot volgende week.